Oh, muffin! Jullie staan op een stoeltje gebalanceerd en muffin is erop gesprongen. Oké, we're back. Hallo iedereen, welkom bij een nieuwe video op Family Loop. Vandaag ga ik weer iets heel anders doen. Ik zie deze constant voorbij komen. Mensen die slijm maken. Als je gemiauw hoort, katten zitten hier rond te spelen. Dus mensen die slijm maken. Eerst vond ik dat zo, dacht ik, waarom zou je nu slijm maken? Wat heb je daaraan? Maar eigenlijk is dat wel tof om mee te spelen. Dus ik heb een kom om mijn slijm in te maken. Twee flesjes lijm. Glitter. Heel veel kleurtjes. Katjes. Hoort je muffin aan? Ik weet niet of jullie dat horen, maar die is heel hard aan het ademen. En ik vond geen kleurstof, dus ik heb paarse verf gekocht. Maar die ga ik denk ik nog weglaten. Ik ga het eerst proberen om doorzichtige slijm te maken met glitter. En ik ga de slijm maken met wasmiddel. Dus ja, ik ben heel benieuwd als mij dit gaat lukken. Ik heb dit nog nooit eerder gedaan. Dus wat gaan we doen? We gaan de lijm hierin doen. Ik ga eerst denk ik eentje gebruiken. Deze ga ik voor de volgende keer misschien laten. Ik weet niet, we zullen zien als ik genoeg ga hebben en zo. En ik ga dat hierin doen. Al de lijm. Amai, dat ruikt fijn. Dat stinkt, hè. Dat stinkt, hè. Kom maar. Oké. Denk dat het goed is. Ik wil alles eruit halen, want ik wil veel slijm hebben. Veel slijm. Oh, er blijft uitkomen. Oké, ik ga dat eerst even laten uitdruppen. Oké, het is zo goed als leeg. Dan ziet de kom er zo uit. Ja, ik weet niet of jullie dat zo gaan zien, want dat is een witte kom en een doorzichtige lijm. Dan pakken we ons wasmiddel. Wat ik mij afvroeg, want mijn wasmiddel is paars. Gaat de slijm dan ook niet een beetje paars worden? Ik weet het niet, ja. Dus dan ga ik een dopje vol doen. Voilà. Nou, dat is wel heel licht paars. Ah, ik wou de dopper terug opzetten, maar dat gaat nu niet. Ik ben trouwens iets vergeten om te roeren, dus be right back. Oké, ik heb een lepel. Daar ga ik mee roeren. Dus ik zag dat je beetje per beetje wasmiddel bij je lijm moet gieten. En dan moet roeren en dan zou dat veel minder plakken. Dat stinkt, hè. Ik hoop dat dat minder gaat stinken door die, door dat wasmiddel, hè. Oeh. Dat stinkt echt heel hard. Oké, ik zie nog geen verschillen. Het ziet er wel zo een beetje licht paars uit, maar voor de rest. Misschien doe ik daar te veel bij. Oh, ik moet echt naar achter, want dat ruikt heel fel. Naar zo disselvouw-achtige toestanden. Het is nog altijd heel loperig, hè. Ik ga dat heel ding erbij doen. Ik ben niet heel ja, geduldig voor zo'n dingen. Dus misschien doe ik dat te snel.
Oh, het zit er precies zo wel iets... iets meer uit als van dat aan elkaar plakt. Amai, deze geur, man. Wat voor verf is dat eigenlijk? Alles lijm. Wat voor lijm bedoel ik? Alles lijm. Ja, dat is nog altijd heel loperig. Ik denk dat we meer waspoeder nodig hebben. Oké. Okay. Ik hoop nu niet dat er nog iets bij moest, hè, want... Ik denk het niet. Kom aan, wij willen slijm zien. Het lijkt zo... Ja, nee, het is nog altijd heel loperig. Er lopen heel veel mensen voorbij mijn raam. Omdat het kermis is hier buiten. Dus ik hoop niet dat die mensen binnenkijken, want dan denken die echt, wat... What is she doing? Mijn slijm, of ja, slijmenwording, is wel redelijk licht paars. Hè. Dus, oh, ik kan dat zo moeilijk laten zien zo, hè. Ik denk wel dat het gaat lukken. Ik denk het dat. Ach man, als dat zo stinkt, dan kan ik er niet mee spelen zo. Hè. Mijn dopje is alweer leeg. Ik had een video gezien en iemand deed dat echt met... Oh, dat pakt op mijn adem. Met heel weinig... meneer zit binnen te kijken. Kijk, weg. Ja, dat is nog te loperig, hè. Doe ik dat wel goed. 2 hours later. Ik denk echt dat het te veel is. Er ligt zo echt water bovenop, kijk. Misschien moet ik dat even in de pompenbak gaan gieten. Oh, 3 uur later. Maar het is niet meer nat. Ik denk dus wel dat ik er te veel wasmiddel heb bijgedaan. Of te snel. Ik denk dat ik het rustiger aan moest doen, maar... Ah, we hebben slijm. Dat is zo fijn. Het is wel heel nat. Dus ja. Ik had echt iets minder waspoeder erbij. Oei, oei. En hij blijft aan mijn tafel hangen. Oh no. Oké, is niet goed hè. Is niet goed. Send help. Ja, oké, mijn tafel is verpest. Maar we hebben slijm. Ik ga de kommer terugzetten, want daar blijft hij niet in hangen. Maar hij is veel te nat, hè. Ziet u nat? Oh, is wel fijn. Maar ik moet hem uitwringen. Ah, dat pikt. Waarom pikt dat? Er komt echt water uit. Dus... Dat blijft nergens aanhangen, behalve... En nu niet meer. Dat kan toch niet, hè? Dat kan toch niet, hè? Ja, dit is echt zo lijmerig. Oké. We kunnen wel al stellen, nu al, dat dit een grote fail was. Deze slijmvideo. Neem geen voorbeeld aan mij. Doe het rustig aan. Uiteindelijk heb ik ook wel mijn slijm, maar je kunt dat beter rustig aan doen. Ah, dat is wel tof. Maar hij is heel nat. Ik moet af en toe mijn handen eens afvegen. Oké, nu ga ik er denk ik glitter bij doen. Zoals jullie kunnen zien is hem licht, licht paars. En nu ga ik daar glitter bij doen. Als ik het open krijg. Niet goed voorbereid, hè. Man, man, man. Oké, welke glitter zou ik nemen? Ik denk paars, hè. Paarse glitter. Ja,
denk het wel. Ik denk dat dat mooi gaat zijn. Ik ga het misschien toch mijn best terug in mijn kam doen dan. Wie weet wat er nog allemaal gebeurt. Ik ben trouwens mijn slijmpje met een doekje een beetje droog aan het tappen. Oké, nu gaan we er de glitter bij doen. Haar, oei. Mijn handen zijn veel te glibberig, hè. Ja, dat ga ik niet open krijgen. Hoe moet dat zelfs open? Trekken. Nope. Ja, oké. Misschien staat het erop hoe dat dat open moet. Nope. Hey. Ah! Ik heb het. Denk ik. Ik hoor. Ik hoorde iets. Kom aan. Ik ben daar verstikt. Oké, ik heb het. Waarom hangen er kattenhaar in? Misschien omdat je twee katten hebt. Oké. Dus hier is mijn slijmpje. Even die haren hier eruit doen. En ik ga er glitter op doen. Oh. Dit is ook niet goed gemaakt. Ik kan dat nu niet eens terugzetten. Zou dat genoeg glitter zijn? Ja, ik denk het. Ik ga dat terug doen, hè, want anders ligt hier alles vol. Oké, dus hier is de glitter. Oei. Het blijft echt zo in een propje. Ik denk dat ik goed moet roeren. Kneden. Oh. Mijn slijm is echt veel te nat. Oh, kijk hoe mooi. Trouwens, de geur is er echt nog altijd niet beter op geworden. Het ruikt nu zo naar wasmiddel met de vieze geur van die lijm. Nou ja. Oké, dit was mijn allereerste probeersel om slijm te maken. Uiteindelijk is het gelukt met heel wat omwegetjes. Ik heb hem helemaal droog moeten maken, maar nu is het gelukt en nu heb ik slijm. Trouwens, weet iemand als je dat aan de frigo moet bewaren of waar ik dat nu moet bewaren, want... Ja, gaat dat niet heel hard worden of zo? Ik weet het niet. Oké, dat ga ik nog wel eens opzoeken. Alleszins, de eerste video waar ik slijm probeer te maken. Misschien word ik hier wel beter in de toekomst. Ik heb alleszins genoeg van die potjes gekocht. Ik weet niet waarom, maar ik dacht ineens, ik ga er genoeg kopen, want ik heb zin om slijm te maken. Dus als jullie nog eens een slijmvideo willen zien... Laat het dan weten. Misschien ben ik er volgende keer al wat beter in. En dan kunnen we misschien iets anders doen. Of met kleurstoffen. Of weet ik veel wat. Kijk hoe lang die wordt. Oh.
wel tof, slijm. Ik ben 26 en ik vind dat nog tof. Dus als er jongere kijkers zijn, die gaan dat zeker tof vinden. Nee, dus laat mij weten als jullie nog eens een slijm video willen zien. Wil ik dat zeker doen voor jullie. En ja, ik ga spelen met mijn slijm. Hele dag. Want ik heb dat niet voor niks gemaakt, hè. Oké, tot de volgende keer. Iedereen, dag. Ik kan niet eens mijn camera afzetten, want mijn handen zijn helemaal vettig. Ja, oké.